Hoi, ik ben Ilona en het is vandaag donderdag 27 juni 2024. Vanmiddag ga ik weer live om 4 uur een spirituele live. Dus ik hoop jullie dan ook te zien. Ik zal een link plaatsen op mijn Telegram kanaal op Facebookpagina Warekracht. En je kunt ook om die tijd naar mijn YouTube kanaal gaan. Onder het kopje live vind je de link naar de live. Ik wilde het toch nog even meegeven, maar ik denk dat de meeste mensen dit wel hebben begrepen. HGO in de titel van mijn video betekent gewoon het grote ontwaken. Normaal schreef ik dat er al helemaal voluit. Maar ja, er is niet zoveel ruimte dan meer in de titel. Je kunt maar een aantal woorden plaatsen. En ja, het nam wel heel veel over en dus heb ik het samengevoegd tot HGO. Ik wilde eigenlijk als eerste beginnen met een artikel dat mij is toegestuurd. Dus dankjewel voor degene die mij dit heeft toegestuurd. Het komt uit België, een Belgisch artikel. Heel interessant. Waarin dus wordt bevestigd dat er fouten zijn gemaakt bij het elektronisch stemmen op 9 juni. Impact op zetelverdeling valt niet uit te sluiten. Het orgaan dat toeziet op het verloop van het elektronisch stemmen heeft vastgesteld dat minstens 2171 kiezers de verkeerde stembiljetten kregen bij dus het stemmen. Dat schrijft de Standaard op basis van een rapport dat ook onze redactie heeft kunnen inkijken. Het valt niet uit te sluiten dat dit een impact heeft gehad op de uiteindelijke zetelverdeling, concluderen de experts. Bij dus zeg met stemmen op 9 juni mochten de meeste Belgen 3 keer stemmen, in Brussel zelfs 4 keer, voor het federale, het regionale en het Europese parlement. Minderjarigen en niet-Belgische Europeanen mochten alleen voor het Europese parlement stemmen. Daar liep het herhaaldelijk fout, bleek al op die dag. Experts hebben nu ook zwart op wit vastgesteld dat dat op grotere schaal is gebeurd. Dat staat in het verslag van het college van deskundigen dat toeziet op het correcte verloop van het elektronisch stemmen. Vind ik heel interessant dat dat nu naar buiten is gekomen. Interessant. Het volgende wat ook heel interessant is, is natuurlijk naast dat Assange weer in Australië is, dat daar nog iemand is, namelijk Tucker Carlson. En dat daar zeer waarschijnlijk, ik zag al wat berichten voorbij komen, een interview uit gaat voortkomen. Dus dat wachten we maar even af. Maar ik denk dat daar nog hele interessante dingen in naar voren worden gebracht. Ook nog in Kenia, waar ik natuurlijk in mijn live dinsdagavond naar heb gekeken. Dat is natuurlijk een bestorming van het parlement omtrent een wet die tot belastingverhogingen zou leiden. Maar nu heeft de Keniaanse president besloten om die niet te ondertekenen. Dus hij ziet af van deze omstreden wet. Interessant. Volgende, wat ook heel erg interessant is en waar ik ook naar wil gaan kijken, is natuurlijk Bolivia. Want daar heeft dus, of tenminste, een mislukte coup plaatsgevonden. Militairen proberen zeg maar het over te nemen, die proberen dus een staatsgreep te volbrengen. En die trekken zich nu terug naar een mislukte poging daartoe. Het is heel interessant, omdat ook een heleboel mensen in opstand kwamen, konden ze dus dit niet uitvoeren. En de president, Luis Arce, ik weet niet precies hoe ik het uitspreek, die heeft nu alweer nieuwe militaire leiders aangesteld, want de generaal die dit had ondernomen, die is dus opgepakt. Interessant is wel dat de president 2 weken geleden kritiek had op de NAVO. En dan nu gebeurde dit. Ik zag ook al berichten voorbij komen dat dit natuurlijk het duister was. Die wilden het over gaan nemen. En ik geloof dat ook zeker. Maar zo zie je maar dat ze dus blijkbaar niet zoveel kracht meer hebben. Of macht meer hebben. Want dit is dus volledig mislukt. En dit is natuurlijk ook heel gunstig om dingen op te ruimen. Maar ik ga ook eventjes kijken met de kaarten. Wat de energie hier nu omtrent is. Dit gaat om Bolivia. We hebben hier Pentakels 5. Koningin van Bekers als centrale kaart. We hebben de Witte Hoede, de Ridder van Staven in het verleden. Maar die hebben, oh, en de Paasje van Staven. Die hebben daar zeker invloeden in. We hebben hier Zwaarde 5 in de toekomst, zeg maar, de nabije toekomst en de wereld. Dat gaat een hele andere richting op, maar de invloeden van de Witte Hoede is duidelijk zichtbaar in het verleden ook al.
En natuurlijk nu ook in het heden, zeg maar. Want dit is dus de centrale kaart wat er nu plaatsvindt. En dat is natuurlijk dat de militairen, of in ieder geval de duistere kant van de militairen, hoopten het over te kunnen nemen. Maar de mensen wilden niet in de kou gezet worden of voelden zich daardoor in de kou gezet. En die zijn ook massaal, hebben ze geluisterd naar de oproep van de president om hier tegen in te gaan. Koningin van Beek is het samenkomen, samenhorigheid. En het is gelukt. Want de militairen dropen dus uiteindelijk af. En nou ja, goed, degenen die hier verantwoordelijk voor zijn, die zijn ook opgepakt. Dus ja, dit is een heel mooi, laat dit zien hoe krachtig wij als mensen zijn als we maar verbinding met elkaar zoeken en gaan staan voor waar we eigenlijk voor staan. En dat we daar niet aan, hoe noem je dat? Dat we staan voor wat we willen en dit soort dingen niet meer accepteren. Dus dit is een heel belangrijk geweest om die duistere poppetjes daar op te ruimen. Dus zeker witte hoeden invloeden. De mensen accepteerden het gewoon niet. Die lieten zich niet in de kou staan. Die wilden dit ook absoluut niet. Het is Pentakels 5, het eigenlijk in de kou staan. Maar goed, als de militairen hadden opgetreden, dan hadden de mensen zeker door de duistere invloeden echt helemaal volledig in de kou gestaan. En dat accepteerden ze niet. Ze kwamen bij elkaar en stonden hun mannetje en vrouwtje. En we zien dus hier in de nabije toekomst, dat kan ik even zo doen, er zal nog wel wat dingen die moeten nog op orde gebracht worden met zwaarte 7. Ik denk dat ze nog proberen ergens mee weg te komen. Of de generaal zal niet helemaal eerlijk zijn waar dit vandaan komt. Maar dat uiteindelijk gaan we naar de nieuwe wereld, die nieuwe energie. Ook het einde van een cyclus. Dit houdt gewoon op. Dit is eigenlijk weer die laatste stuiptrekkingen van het duister zoals ik het zie. Hè. Dat is mijn perspectief. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat is voor mij ook heel zichtbaar. En we zitten helaas wel in de heftige fase. Want ze beginnen nu echt te merken van, we gaan dit niet winnen. En dan kunnen ze hele rare dingen gaan doen. Dus ik denk dat we nog wel eventjes wat situaties mee gaan maken. Tot we natuurlijk naar het scary event of het bijna doodervaring gaan. We zijn er eigenlijk al nu naartoe aan het gaan. Dus even afwachten hoe dat allemaal bij elkaar komt. Maar hier van Bolivia zie je dat er een hele nieuwe energie komt. Dat ook een einde van die cyclus, het einde van het weglopen voor verantwoordelijkheid. Want daar staat deze kaart ook voor. En ik denk dat er nog meer dingen naar buiten gaan komen. Want er zullen nog wel meer poppetjes bij betrokken zijn. Ook politici in Bolivia. Ik denk dat het een grote opruiming is van mensen die daar geplaatst zijn. Dus ik denk dat het een hele belangrijke gebeurtenis is voor Bolivia. En natuurlijk voor dat hele gebied daar. Uiteraard gaan we eventjes kijken naar meneer T en meneer B. Want vandaag is het debatdag. Heel benieuwd hoe dat gaat. Ik ga gewoon even naar de energie kijken. Ik had vanochtend ook al een bericht gedeeld van Stormrider. Altijd kijk wat resoneert voor je. Of wat, doe wat goed voor je voelt. Weet je. En kijk, de rest kan je gewoon laten voor wat het is. Ik vond het heel interessant. Daarom deel ik het eigenlijk ook. Waarin wordt aangegeven dat dus het duister eigenlijk hoopt dat meneer T zijn mond voorbij praat, zodat ze hem dus de volgende dag op zouden kunnen pakken. En er wordt ook al gezegd van dat het er waarschijnlijk wel aan gaat komen dat ze hem, op gaan pakken. Daar wordt al heel lang over gesproken. We wachten dat natuurlijk af, maar ik ga gewoon even naar de energie kijken van het debat. En ook natuurlijk dat meneer B wordt vervangen. Nou goed, dat gaat al heel lang de ronde. En als je ziet wat meneer B allemaal aan het doen is. En dat zelfs Meloni, hè, de Italiaanse president. Die moest hem helemaal begeleiden. Want hij wist gewoon niet meer waar hij mee bezig was. Dat is ook altijd interessant. En dingen die hij zegt. Het loopt echt ten einde. Dus het duister wil hem dus vervangen. Zeer waarschijnlijk met tussen haakjes vrouw van meneer O. We gaan het zien. Maar ik ga even kijken naar gewoon de energie omtrent dat debat. Nee, de gehangene. Staven 7 als centrale kaart. We hebben aas van staven in het verleden. We hebben pentakels 4 onder staven 7.
We hebben de Heremiet, kluizenaar in de toekomst en tafel 7. Als ik dit zie, zeker met de Heremiet, zou het mij niet verbazen als dingen uit elkaar worden gehaald. Sowieso dat meneer B gaat verdwijnen. Dit is afzondering, isolatie. En het zou mij ook niet verbazen als er nog wel wat met meneer T wordt gedaan. Of dat gelijk na wat het debat gaat plaatsvinden of niet. Maar ik denk dat ze hem wel proberen op die manier de mond te snoeren. Nu wil ik wel even doorgeven dat de echte meneer T gewoon helemaal veilig is. Laat je dus niet gek maken door allerlei berichten. Die is hartstikke veilig. Die wordt ook echt beschermd. Dus wat er ook plaats gaat vinden, niets is wat het lijkt. Maar zeker met de kluizenaar zal het mij niet verbazen als of dat nou de volgende dag al zou zijn of een tijdje later. Maar dat waarschijnlijk zowel meneer B die zal vervallen en vervangen worden, in ieder geval veranderd worden, isolatie. Maar ik denk dat meneer T ook, dat ze dat ook nog gaan proberen. En dan is het gewoon even afwachten wat er naar buiten gaat komen. In het bericht van Stormrijder wordt ook gezegd dat dat bewust gedaan wordt, zodat hij niets te maken heeft met de ineenstorting van alles en het hele grote event wat staat te gebeuren. En ik zie hier het debat zelf, dat vind ik wel interessant. Dit hangt een beetje stil, ze proberen nog hun macht vast te houden. We weten ook al dat CNN ook natuurlijk zeer naar de kant van meneer B geneigd is. Dus die zullen natuurlijk allerlei draais eraan maken en manipuleren. Maar ik zie hier dat meneer T sterk staat. Er gaan natuurlijk aanvallen komen, maar ik denk dat meneer T als grote winnaar eruit komt. Gewoon staaf 7. Voor mij voelt dat ook vaak aan als een soort witte hoede invloeden kaart. Maar ook dat hij gewoon vele malen gunstiger staat. Maar ze gaan er alles aan doen. Die oude garde, die duistere invloeden, die gaan nog er alles aan doen om het op een bepaalde manier naar buiten te brengen. Maar dat zal alleen maar tegen ze gekeerd worden. Maar de gehangene is dat er ook nog wat dingen stilstaan. Dus ik ben ook benieuwd, we moeten even afwachten. Ik ga er wel vanuit dat het doorgaat. Maar met de gehangene is altijd zo'n stilstandkaart. Ander perspectief. Dus even wachten wat dat precies voor uitwerking zal hebben. Maar meneer T komt hier, heel goed uit. Ze gaan proberen om het tegen te houden. Maar ik denk wel dat er waarheid zit in dat hij, dat meneer T waarschijnlijk nog eventjes ergens weggehaald wordt. Zo gezegd dat het lijkt alsof hij weggehaald wordt. Want hij wordt al beschermd. Hij is natuurlijk nu al, afgeschermd en geïsoleerd. Maar meneer B gaat ook het veld ruimen. Want dat is eigenlijk ook isolatie. Het is wel nog wat geduld nodig. Dus ik denk ook dat wanneer dat het waarschijnlijk niet de volgende dag gaat. Ik denk dat ze het wel gaan proberen om meneer T te pakken. En hopen dat ze hem kunnen pakken. Natuurlijk met die de rechtszaak wat is gebeurd. Dat hij daar niet dingen over gaat zeggen. Ik denk wel dat ze gaan proberen dat tegen hem te gebruiken. Maar nu ik hier natuurlijk ook pentakel 7 heb. Heb ik het gevoel dat dat nog eventjes gaat duren. Maar zowel meneer B zal in ieder geval het veld gaan ruimen. Duurt dat ook nog heel eventjes. En meneer T wordt ook die sowieso al geïsoleerd en beschermd. Maar publiekelijk zal hij ook nog wel aangepakt gaan worden. Hoort er allemaal bij. Laat je niet gek maken. Heel belangrijk. Tenminste, zo zie ik het tenminste. Dit hoort er allemaal bij. Het zijn allemaal tactische stappen die nu gezet worden. Het is een schaakspel op heel hoog niveau. Hier wilde ik het graag bij laten. Hopelijk tot vanmiddag om 4 uur. Waarbij ik natuurlijk mijn spirituele lijf geef. Je kunt hem ook altijd terugkijken als je daar tijd en zin in hebt. En anders tot een volgende video. Dag!